Welkom bij deze vlog. Vandaag ga ik jullie een kijkje geven in de dag van mijn leven. Ik ben Judith Noordzij en ik ben online ondernemer. Online ben ik misschien iets beter bekend als YouNoordzij, want dat is de naam van mijn Instagram kanaal en mijn YouTube kanaal. Ik woon samen met mijn vriend en mijn hond in een camper sinds kort. We staan nu nog eventjes op de Veluwe, maar binnenkort gaan we door heel Europa reizen. Dus we zijn echt werkzaam als digital nomads. Ik vind het heel tof om jullie te laten zien hoe een dag van mijn leven, een werkdag in deze camper eruit ziet. Wij beginnen onze dag altijd met een workout. De wekker gaat om 6 uur, dan drinken we even rustig een koffietje, worden we even lekker wakker. En dan gaan we trainen. Maarten en ik hebben samen een online lifestyle platform, Just the Lifestyle. En op dat platform delen wij content, verkopen we e-books en schema's op het gebied van training, voeding en mindset. En daarom is die workout 's ochtends eigenlijk ook al een beetje het begin van onze werkdag. Want wij delen natuurlijk dat we aan het trainen zijn, want we willen mensen inspireren om ook te gaan trainen en willen laten zien wat voor trainingen wij doen. Dus tijdens de workout zijn we ook altijd elkaar aan het filmen, zodat we dat kunnen delen op onze kanalen. En dat gaan we nu doen. Zo, workout zit erop. Altijd zo'n lekker begin van de dag, kan het iedereen aanraden. Nu ga ik douchen in de camper. En ik dacht, het is misschien wel even leuk om jullie een kleine rondleiding door de camper te geven. Dus ja, een kleine rondleiding is letterlijk een pleonasme, want de camper is natuurlijk niet zo groot. Ik kan er moeilijk een grote rondleiding door geven. Maar ik vind het wel tof, want die camper is dus ons huis, ons vervoersmiddel, ons kantoor. Ook het huis van deze draak. Dit is Tommy. Maar goed, dit is dus de camper. Even kijken. Dit is de zithoek, de living. Hier hebben we net vanochtend een kopje koffie zitten drinken. Nou, hier de keuken. Hieronder zit een 3-pits gasfornuis nog. Koffiezetapparaatje, altijd goed. En dan loop je zo door naar de slaapkamer. Met gewoon een chillbed van 1,60 bij 2. Een wastafel en een wc. En hier hebben we dus de douche. En gewoon, de handdoeken hangen nog van gisteren even te drogen. Goed, gewoon een hartstikke chille douche. En als je de boiler aanzet, dan heb je 10 liter water. En 10 liter water is niet veel. Dus wat je doet met douchen is, je maakt jezelf nat. Dan zet je hem uit, zeep je in, spoel je af, klaar. Maar dat ga ik dus nu eventjes doen. En daarna gaan we even met Tommy lekker over de hei lopen. Ik merk echt dat sinds ik uit mijn burn-out ben gekomen, zo een tijdje terug, 5 jaar geleden. Dat wandelen is zo helend. Dus dat doe ik ook zelf altijd elke dag. En het chillen van ondernemer zijn is natuurlijk dat je zelf kunt bepalen op welk moment van de dag je dat doet. En nou is het zo dat het straks gaat regenen. Dus we hebben bedacht dat we nu gewoon meteen douchen, aankleden. En dan gaan we even lekker een lange wandeling maken. Zo, goedemorgen. Het is nu dinsdagochtend. Dag 3 alweer. Dag 3 als camperbewoner. Zo, net lekker gewandeld en nu aan het werk. En we hebben hier echt een heel prima kantoortje gecreëerd, al zeg ik het zelf. En ik ga nu beginnen. Ik heb over een uurtje een online koffiedate. Dat is een van de concepten die ik ooit heb uitgerold. En dat zijn vaak mensen die mij volgen op social media of mijn boek gelezen hebben. Ik heb vorig jaar een boek uitgebracht. Het heet Ik was advocaat, nu ben ik mezelf. En het gaat eigenlijk over bij jezelf blijven en jezelf zijn in deze maatschappij waarin er zoveel van je gevraagd wordt. Of waarin we het gevoel hebben dat er zoveel van ons gevraagd wordt. Maar dat zijn dus vaak mensen die even met mij willen kletsen naar aanleiding van hetgeen ik geschreven heb. Dat vind ik altijd super leuk om te doen. En dat kan ook gewoon doorgaan zo in de camper. Zo van een uurtje heb ik die online koffiedate. En dan ga ik nu eerst aan de slag met het maken van mijn planning voor deze week. En met het beantwoorden van de mails die zijn binnengekomen afgelopen dagen. Want echt, als ik een tip mag geven aan ondernemers en ZZP'ers. Ik zei net al voordat we gingen wandelen, want het is heerlijk dat je eigen tijd kunt indelen. Dat is ook echt heerlijk, maar dat is ook meteen best wel een val. Als je begint met ondernemen. Je kunt continu aan het werk zijn, maar je kunt ook je hele agenda laten beheren door alles wat er allemaal moet gebeuren. Dus het geeft mij heel veel houvast om echt een planning te maken. Aan het begin van de week, met in ieder geval de dingen die ik elke dag wil doen, de dingen die ik niet wil doen. Dus dan geef ik mezelf gewoon een blok. En als dat blok voorbij is, is het klaar. Dan geef ik mezelf later op de dag nog een keer een blok om daarmee bezig te zijn. En daarna is morgen weer een dag. En dat geeft me echt houvast. En nu is het ook fijn dat ik weet dat ik over 50 minuten die koffiedate heb. Dus als ik die koffiedate heb, dan moet die voorbereid zijn en moeten mijn mails allemaal klaar zijn. Ik was niet in paniek in mijn hoofd of zo, maar mijn lichaam reageerde daar dus heel erg op. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment gestopt met boodschappen doen. En
Ja, gewoon echt een rondje wandelen. Ik dacht, voordat ik dan al naar buiten zou gaan, ja. Dat superleuke koffiedate gehad. Heel leuk gekletst met een meisje. Meisje, ik zeg altijd nog meisje, maar het is 32, ik ben 33. Twee vrouwen. En nu gaan we ontbijten. Ja, breakfast. Een beetje gek om 12:30. Maar ja, het is wel. Ik heb dus net die koffiedate gehad. En als ik een tip mag geven aan ondernemers die ook online hun bedrijf promoten op social media, dan is het echt doe aan storytelling op social media. Dus niet alleen maar promoten wat je allemaal te bieden hebt, maar juist laten zien dat je het aan het doen bent. En dat doe ik dus ook met die koffiedates. Ik post dan een story op mijn Instagram dat ik net een hele leuke koffiedate heb gehad. Of een hele inspirerende. Ik vertel een beetje waar we het over gehad hebben. Natuurlijk helemaal anoniem. Maar ik neem mijn volgers echt mee in wat ik doe. Ik zeg daarbij niet, plan ook een koffiedate. Helemaal niet, maar ik laat ze zien wat ik heb gedaan. En ik laat ook reviews zien die ik krijg van de koffiedate. Zodat je gewoon bij je achterban eigenlijk iets triggert dat ze nieuwsgieriger naar worden. En daardoor zul je zien dat de vraag naar je product ook toeneemt. Als je ondernemer bent, dan loopt werk en privé vaak best wel in elkaar over. Ik denk dat dat niet heel erg is en ik denk dat het ook lastig is om het helemaal gescheiden te houden. Maar het is natuurlijk wel gewoon heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en momenten voor jezelf hebt. Dus wel ook echt privé momenten hebt. Aangezien ik ook heel actief ben op social media en mijn telefoon dus ook gewoon een groot onderdeel is van mijn werk, heb ik dagelijks ook echt momenten dat ik niet met mijn telefoon bezig ben. En niet bezig ben bedoel ik niet alleen maar dat hij hier in de hoek van de tafel ligt. Maar als ik met Tommy ga lopen 's middags, dan gaat mijn telefoon bijvoorbeeld altijd op vliegtuigstand of ik neem hem niet eens mee. Maar ik heb altijd echt momenten dat ik ook gewoon niet bereikbaar ben en ook niet verleid word om die telefoon erbij te pakken. En daardoor behoud ik gewoon rust in mijn hoofd en kan ik het allemaal prima aan. Lieve cursist, wat super tof dat jij hebt aangemeld voor deze cursus. Zo, net lekker gegeten, toen een rondje gewandeld met Tom en nu ga ik weer verder met werken en nu ga ik mijn cursus editen. Ik ben net bezig met het maken van een online cursus en die moet nog helemaal in elkaar gezet worden en geëdit worden, dus dat ga ik nu eventjes doen. En hetzelfde geldt voor de vraag, wat wil ik? Want wat zou jij nu antwoorden als ik jou zou vragen, wat wil jij? Inmiddels is het alweer tijd om te gaan koken. En ik dacht, het is nog wel even leuk om jullie een klein kijkje in mijn koelkast te geven. Hier liggen allemaal vegetarische, vegan dingen. Wij eten allebei geen vlees. En heel weinig vis ook. Hier ook nog allemaal groenten. Hier fruit, groenten. Daar ook nog allemaal fruit. Wij eten wel allebei wel 600 gram groenten per dag. Minimaal. En ik ga nu pasta bolognese maken. Ik heb al met Suzy afgesproken op welke dag ze een overzicht krijgt en ze dan een factuur. Nee, maar in principe na een maand gewoon. Maar ik weet niet of ze al facturen kan sturen, dat is een beetje het probleem. Snap je? Ja, ook dat is het leven van een ondernemer. Overdag wandelen met Tom en 's avonds nog even werken. Dan naast dat ik dus coaching doe, een online cursus en samenwerkingen op social media met merken, vlog ik natuurlijk ook. Elke week. Morgenochtend om 6 uur komt weer een nieuwe vlog online. En ik heb hem al helemaal afgeëdit. Maar hij moet nog eventjes op YouTube geüpload worden. En ik moet nog een thumbnail maken. Dus ik moet allemaal even klaarzetten. En dan daarna zit mijn werkdag er echt helemaal op. Zo. Werk is klaar. En het was een lange dag. Veel achter mijn scherm gezeten. Maar gelukkig wel veel afwisselende dingen gedaan. Dat vind ik echt het allerleukste trouwens van ondernemer zijn. Dat je natuurlijk zelf bepaalt. Niet alles. Administratie moet natuurlijk gewoon gebeuren. Want ja, dat zou ik liever ook niet doen. Maar goed, dat moet wel. Maar over het algemeen bepaal je zelf wat je doet natuurlijk. Veel dingen. En dat ondanks dat ik dus nu wel een lange werkdag heb gehad. Ik zoveel afwisselende dingen heb gedaan. En allemaal leuke dingen zijn. Dus ik heb wel een goede dag gehad. En ik lig nu lekker op bed. Met mijn boek. En ik ga gewoon even lekker lezen. Dat is eigenlijk elke avond wel mijn ritueel. Sowieso even lezen voor het slapen gaan. En soms als ik dan de hele dag al zoveel achter mijn scherm heb gezeten, dan wil ik 's avonds niet ook nog achter een scherm Netflix kijken of zo. Dus ik ga nu gewoon lekker lezen. Ik heb dan een e-reader, maar dat is geen blauw licht. Dus dat is toch anders. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. En dat jullie het leuk vonden om een kijkje te krijgen in mijn dag als ondernemer. En wil je meer informatie over het starten van een onderneming, over het hebben van een onderneming, check dan kvk.nl. Doeg!